Nou, die gaan we dan fietsen met de nieuwe Polo A300. En ik probeer goed in te zoomen voor je. Maar ik hoop dat je begrijpt dat het niet zo heel erg makkelijk is. Zo, dan krijg je volgens mij een beetje beeld wat je ziet. Hij is niet super geschikt voor het fietsen, heeft een aantal redenen. Allereerst heeft hij natuurlijk geen GPS, dus je kunt geen afstand meten zo op de fiets. Het gaat bij het hardlopen nog een stuk makkelijker. Maar die is natuurlijk ook niet super nauwkeurig, maar bij het fietsen is het echt niet nauwkeurig. Je ziet wel een beetje de tijd natuurlijk exact, de calorieën, dat is ook minder nauwkeurig. Dus ja, ik zal hem vooral gaan gebruiken bij het hardlopen. Maar zoals altijd wil ik hem ook even laten zien bij het fietsen. En zodra een hartslagmeter geen GPS heeft, is het minder handig, vind ik zelf. Dus dan zou ik zeker nog even doorsparen voor de Polar M400. Dus de duurdere broer van de A300. Of natuurlijk de superluxe V800. Of ik kies natuurlijk gewoon voor een iets goedkoper merk hartslagmeter. En die zal ik even bijzetten, die alternatieven. Dus dat je voor hetzelfde geld wel een GPS hebt. En ook hartslagmeter om je pols voor het fietsen.